Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij Forza Horizon 4. En we zitten momenteel weer in, Lego Valley? En we gaan weer verder. We kunnen vandaag beginnen aan het bouwen van ons huis. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En daar gaan we zo meteen ook mee starten. Maar ik zag net ook hier die lampjes. Kijk eens aan. Ik vind het echt grappig. Gewoon die kleine details. Dat zijn wel die Lego knop. Turn around. Wel leuk gedaan. Ik vind het alleen raar dat dit wel allemaal gewoon asfalt is trouwens. Maar daar hebben we het in de vorige video eigenlijk al over gehad. Hè. Het is een beetje een mix van Lego plus de gewone map. Want je hebt bijvoorbeeld ook gewoon gras. Dus nee, ik vind het op zich wel een leuke mix. Maar ja, we gaan in ieder geval beginnen met het bouwen van ons huisje. Hiervoor hadden wij 200 stenen nodig. En we hebben er momenteel 210 of zo. We hebben in ieder geval genoeg. Dus ik ben benieuwd. Ik denk niet dat ik zelf kan bouwen. Maar we krijgen tenminste een huis. Dat is al een goed begin. Ik heb een hond op. Oh, daar is mijn huis. Oeh. Kijk, brievenbus zit al vol. Dit is wel een cute huisje. Now, you might be playing with Lego, but this is a Horizon event after all. Yep. So, every time you upgrade your house, we'll throw in some rewards for you. Okay, unlocked bonus cube, new brick challenge unlocked. Ik heb geen idee wat merendeel inhoudt. Now, I was doing some work for Lego, and I found instructions for a full-scale Lego Ferrari F40. You want to be a speed champion? Heck yeah! Get me some bricks. These new brick challenges should help. Okay, nou, dat is dus de vraag die we in de vorige video hadden. Hoe in hemelsnaam bouw ik die Ferrari? 390 bricks? Fucking hell, dat zijn er veel. Er zijn ook veel challenges trouwens, als je zo kijkt, hè. Ik denk dat we het beste dit soort dingen kunnen doen. Die speed zones, speed traps en al dat spul. Dat gaat snel. 40 bricks. Ik vind het wel echt een leuk systeem. Op deze manier is het wat grindy. Maar daardoor heb je ook veel te doen. Dus dit is een heel goed systeem wat ze hebben toegepast. Find a pit stop. Wait, what? Dat is een challenge? The heck? I've been playing around with this Lego tech myself. So I built these bonus cubes. And if you find and smash them, it should give you a skills influence boost. Ah. Hey, only one way to find out. Ik heb niks aan een skill influence boost. Ik wil steentjes. Hey, we hebben hier iets gevonden. Wat is dit? Is dit zo'n ding wat we laatst ook gedaan hebben? Ja, Trailblazer. Ja, gaan we niet met deze auto doen. Ja, dat haalt niks uit. Sowieso is deze auto vrij traag eigenlijk. Die mini die we hadden, die Lego mini, was vele malen sneller. Oh, we hebben hier nog een driftstone zitten. Ik heb meer snelheid hiervoor. Ik kan een beetje zo doen. Maar het schiet niet echt op. Dit ding is gewoon traag. Dit ding moeten we echt een keer tunen. Ik denk dat je hier echt een beest van kan maken. Maar het is raar, want dit is eigenlijk een honeygun. Dus je zou verwachten dat die standaard eigenlijk wel erg goed is. Maar niets is minder waar. Ik zie nu dat we hier ook van die, weet je ding ook weer? Die weekly events hebben. Die championships. Krijgen wij hier ook Lego voor? Ik denk het niet, hè. Ik denk niet dat je hier Lego steentjes voor krijgt. Moet ik eigenlijk een keer proberen. Ik ga dat risico nou niet. Oh, wacht. Daar staat de map. Daar krijg je wel Lego voor. Nice. Volgens mij zijn we er bijna. Ik zie hier tenminste een grote beker. Een grote, wat is het eigenlijk? Lego poppetje. Zo vet als ze een racebaan trouwens hebben. Dat is wel cool. Kijk eens aan. Dat is gewoon echt een legit racebaan. We moeten op zoek gaan naar de pitstop. Nou, dat kan niet moeilijk zijn, want dat is hier. Gok ik, toch? Of niet? Jop. Dat is niet helemaal de juiste route, maar hey. Het werkt. Ik wil hier eigenlijk wel een race doen. Dit vind ik wel cool. Dit is gaaf, man. Maar wist dat is een dragstrip? Nice. Nou, we zijn nou toch. Ik pak heel even een andere auto. Dit is niet echt de ultieme dragauto. Dit ding komt zo traag op gang. Maar, ja. Pak even een ander autootje. Wacht, heb ik hier iets? Oh, Daily, pay out. Oké. Okay. Weet je wat? We gaan voor de Dodge Charger. Ik weet niet of deze snel is. Ik denk dat hij ontzettend veel wheelspin heeft. 8 wiel aangedreven. Een berg aan pk's.
Heb ik deze eerder niet ooit geprobeerd? Ik weet vrij zeker dat ik deze eerder ooit geprobeerd heb. Om wheelies mee te doen, wat dat toen niet lukt of zo. Nou, we gaan eens. Dit ding kan niet remmen. Ik rem hem! Ik rem! Hij remt niet! Nee! Oké, nou ja, we gaan dit ding eens even pakken. Dit ding is prima. Ik voel. Goh, ik kan niet remmen, ik kan niet daar stoppen. In die manier is de handrem. Ik weet toevallig dat er ook een Lego Charger bestaat. Want ik heb die toen gegoogeld toen ik die video aan het maken was. Niet de vorige. Van die trailer en alles. Toen was ik een beetje aan het googelen wat er allemaal was van Lego Champions. En er zijn zoveel auto's. Dus als die allemaal in de game komen, hella nice. Hoop ik ooit. Oh. Dat was niet goed. Oh. Oh, hell no. Ik schakelde veel te snel, nog geen grip had. Oké, nou, toch nog ronden. Dat is niet de beste tijd die ik ooit heb neergezet, maar... Nou. Gelijk even die speedtrap erbij doen. Ik denk niet dat we 3 sterren kunnen halen, want daarvoor zal ik toch wel iets anders moeten pakken, maar... Oh, ik kan me niet remmen! Zo graag, oh god! Ik ga door de ding heen. Oké! Hey, en we zijn weer level up. Het is zo raar dat het ding gewoon letterlijk niet remt. Gewoon helemaal niks doet het. Ik kan gewoon mijn rem inhouden en dan rijden. Ik hou nou mijn rem in, hè. Ik kan gewoon rijden terwijl ik mijn rem inhoud. Oei! Ik vind dit wel cool. Dit moeten ze letterlijk in de gewone map toevoegen. Gewoon zo'n racebaan in het midden dan zo'n... Een drag strip of zo? Dat is op zich wel mooi gedaan. Cool. Maar we gingen eens even kijken hier voor een race, hè. Ik kan die race starten met... niet met deze auto, maar wel deze categorie. Want deze auto, die werkt niet. Maar ik kan wel iets anders pakken. Ik wil deze eigenlijk nog een keer proberen, maar deze is niet getuned. Misschien wel verstandig om dat eerst heel even te doen. Die was volgens mij van vorig seizoen of zo dat we die hebben gekregen. Of hebben kunnen krijgen. Dus het is vrij speciaal. We hebben ook nog steeds de Hoonigan. Zullen we eerst de Hoonigan pakken? Die hebben we laatst ook nog gekregen. We pakken eerst de Hoonigan. America! Fuck yeah! We gaan eens even kijken of deze auto een beetje prima is. Over het algemeen zijn die Hoonigans altijd wel chill. Maar dit is... Oh, dit is de Amerikaanse boot, hè. En dat zijn over het algemeen wel weer een beetje kutauto's. Vooral voor dit soort banen. En als er 2 dingen zijn die Amerikaanse auto's niet kunnen doen, dan is het sturen en remmen. En laat het dan net hetgene zijn dat wij hier waarschijnlijk wel veel nodig zullen hebben. Maar we kijken wel. We blijven de hoop houden. We hebben 3 laps tijd. In principe zou zeggen dat moet wel genoeg tijd zijn. Maar ja, het is geen hele grote baan. En ik start natuurlijk van de laatste plaats. Dus ik moet van achter helemaal naar voren zien te komen. Oh, sprintje. Sprintje. Woo! 6e plaats. Oh, vol op de rem. Dat is wel een stuk waar wij waarschijnlijk wat mensen daar nog bij kunnen komen. Het sprintje, dat vindt hij wel leuk. Het is geen trage auto. Zeker niet. Ik moet alleen heel erg oppassen met deze bocht, want hij is 8 uur aangedreven. En hij slipt achter heel snel weg. Vandaar waarschijnlijk ook die tekst achterop een bumper. Kill all tires. Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren, want dan hebben we wel een probleem. Dat ging net goed. Ik rem echt iedere keer te laat, maar ik gewoon niet... Dat ik geen idee heb hoe vroeg ik moet remmen met het ding, zeg maar. Dat is zo'n verschil met de meeste auto's. Met dit ding moet ik echt al 4 straten van tevoren al vol op de rem gaan. Mocht ik het een beetje willen redden. Oh. Laat me langs, laat me langs. Nee, ga daar niet voor me. Nee. Fuck you. Ik kon er makkelijk langs. Dat hij niet vol op de rem ging. Er komt sowieso Rowdy hier nog wel voorbij. Dan is alleen nog even de vraag wat die Hunting Lion doet. Of niet? Godsamme. Het komt eigenlijk neer op dat eindsprintje, jongens. Dit werkt echt niet. Oké, okay, ja. Dit wordt hem. Ik merk het al gelijk. Dit ding heeft zoveel meer pit. Checkpoint niet missen. Godzijdank.
Oh, dat was een benippertje gek. Hell yeah. First place, baby. Dat was spannend. Tot het einde, de laatste bocht. Ik had waarschijnlijk eerder al eerst kunnen rijden bij die tweede lap. Maar ze lieten mij er niet langs. Zou ik deze auto's aanraden voor deze baan? Hell no. Echt, pak alles behalve dit soort auto's. Waarschijnlijk gewoon van die kleine... Weet ik veel. Oh, rallycross zal misschien heel goed zijn voor dit. Ik denk, ja. Rallycross of gewoon van die kleine hot hatches. Waarschijnlijk het beste. Dit werkt wel, maar niet aan te raden. Challenge completed. Berg aan stenen weer. Ik weet niet waar we nou heen gaan. Hier is veel te doen. Hier is ook weer een champion. Classic Muscle. Mede nou. Ik... Als ik dat wist, had ik net zo goed dat championship kunnen starten. Classic Muscle Cars. Fijn dat ik dat wist. Toppie. Nice. En joh, we gaan daarheen. We gaan daar eens even een race starten. En dan zien we wel wat we daarna gaan doen. A few inches later. Oké, hier zijn we weer. Ik heb heel veel dingen veranderd. Want onder andere, mijn camera stond een beetje op een rare plek. Dus heb ik nou verplaatst. En de microfoon heb ik weer anders ingesteld. Want ik was er toch niet helemaal tevreden over. Nou weet ik alleen niet meer precies wat we aan het doen waren. Volgens mij wilden we gewoon een race gaan doen, toch? Volgens mij was dat de planning. Dus, ik zoek wel iets. Sowieso een race voor, oh, we kunnen in de stad doen. Oh, dat is wel een heel kleine baan. Huh. Volgens mij wilden wij deze race doen. De Valley View Sprint. Is volgens mij best wel een flinke race. En dat zou op zich wel tof zijn voor deze auto. Turn around when it is safe. Zolang geleden ik deze auto gebruikt heb. Ik vind deze echt veel vetter dan de 918. En ik weet niet waarom dat is. We moeten binnenkort hier eventjes een keer rondrijden met die driftauto's. Want dan kun je al zoveel punten farmen. Want drift is super makkelijk. Als je er maar gewoon de juiste auto's voor hebt. En dan krijg je allemaal die bricks voor. Dus dan ben je eigenlijk al makkelijk weer een paar honderd bricks verder. En sowieso hebben we bijna die Ferrari. Dus ik ga ervan uit dat wij die de volgende video kunnen gaan maken. Die F40. Maar naast dat, dan zullen we weer flink wat bricks moeten gaan sparen voor een upgrade van ons huis. Dus ja, ik denk dat we dat binnenkort even gaan doen. Lekker driften. Hier zijn we dan. De Valley View Sprint. En het is echt een idi-midi huisje dit trouwens, man. Kijk dit. Past mijn auto überhaupt in die garage? Oh, dat past wel. Nou, nee. Nee. Dat is echt een idi-midi huisje. Damn. Nou ja, we gaan deze race doen. Kan dat met deze auto? Dat kan met deze auto. En... Op zich hebben we al flink wat keuze. Zo'n Enzo is ook wel heel erg vet. Dat is wel heel erg tof. Hier zitten wel hele vette auto's bij, hoor. God damn. Zo'n F1 is ook wel nice. Maar nee, we gaan beginnen met de Carrera GT. Let's go. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel steentjes je krijgt wanneer je een event wint. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet op gelet net. En ik denk dat het sowieso afhankelijk is van welk niveau je speelt. En met assist en al dat spul. Maar ik denk dat je sowieso 100 steentjes moet kunnen krijgen. Voor het winnen van zo'n event. Nou hebben we niet echt de beste reputatie. Dus dat scheelt. Maar ja, we gaan even kijken of we kunnen winnen. En dan zullen we even zien hoeveel steentjes we krijgen. Moeten er nou nog 150 voor die F40? Ik denk dat we daar toch behoorlijk dichtbij moeten kunnen komen. Binnenkant bochtje. Yep. Ik blijf het lastig vinden. Die remlocaties. Ik rem iedere keer te laat, heb ik het idee. Ik weet niet waarom dat ineens zo is. Voorheen had ik dat niet zo erg. Ik heb dat nou eigenlijk telkens. Oh, dat is een wijde bocht, vriend. Dat is een wijde bocht. Kijk, we zijn nou in een stad. Dat is een behoorlijke stad eigenlijk nog. Dat die een stuk kleiner was. Dit was altijd mijn favoriete Lego ook. Stadslego. Ik had hier zoveel van, joh. Ik probeerde altijd de stad na te bouwen. Vijfde plaats. Kijk eens aan. Zit die rammen recht voor mijn neus. Stadslego was echt 90% van de Lego die ik had. Ik had echt van alles. Ik had dan politiebureaus, brandweerkazernes, pompstations. Ik had zelfs een hele grote parkeergarage. Dat was echt super tof. Dat was zo'n multilevel garage. Dat was zo cool. Dat was echt mijn ding. Stadslego.
En ik zie ook dat dit trouwens de eindsprint is. We kunnen dit niet eens winnen, man. Wat is het? Ik win helemaal niks meer. Oké, de vorige race hebben we gewonnen, man. Ik faal echt, jongen. Derde plaats. Nou ja, oké. Dit is een troostprijs, hè? Wat is dit? Onvoorstelbaar. De game is gewoon oprecht moeilijk geworden. Zit hij te flexen? Ga weg. Nou, hoeveel steentjes krijgen wij dan voor een derde plaats? Ik denk nog wel redelijk wat. 20 voor een challenge complete, blijkbaar. Ik weet niet wat. En that's it? 20? Wat? Ja, ik heb niet gewonnen, dus dat is waar. Ik heb niet gewonnen. God damn it. Weet je wat ik ga doen? Ik ga heel even kijken of hier ook een Goliath race is. Of ik die eentje zie zitten. Dus een race om de hele map heen. Want wat net een sprintrace die zeg maar van boven naar beneden ging. Van hier zo. Door de stad heen. Lala. Hier naartoe. Maar er is, voor zover ik zie, niks wat om de hele map heen gaat. Waarschijnlijk is hij er wel, maar dat ik die er niet gevonden heb. Mocht hij er niet zijn, is het misschien leuk voor jullie om er eentje te maken. Dat is wel een tof idee. Wat zal ik nou eens even doen? Weet je wat, we gaan heel even hier naartoe. Naar de vuurtoren. Kijken of we daar nog iets kunnen vinden. In 200 meters, we hebben wel een ramp. Right. Hebben we die al een keer gehad? Turn daar krijgen we steentjes voor, zo te zien. Dit is offroad, die zijn we niet geweest. Denk ik. Volgens mij is dit de laatste route waar we nog niet geweest zijn. Hé, wat zijn die? Wat zijn dit? Oh. Kijk hoe ze lopen ook. Oh, dat is prachtig. Offroaden met een creëren GT. Niet het beste idee, maar ja. Hey, hebben we nog een ramp? We gaan sowieso dadelijk even terugrijden. En dan pakken we even wat ramps mee. En daar heb je de vuurtoren. Ik weet niet wat deze bordjes zijn. Volgens mij moet je die omrijden. Want het is een H van Horizon. Oh, bonus Q. Oh, zo heten ze. Oh, oké. Dus die moet je inderdaad omrijden. Maar je krijgt er XP voor en geen steentjes. Een beetje jammer. Kan ik hier naar boven rijden? Toevallig. Hey, challenge complete. Ja, je kan hier niet naar boven. Blijkbaar. Ik zei net dat ik hier nooit ben geweest. Maar hier voor ons heb je een speedtrap. En die heb ik al ooit gehad. Dus ik ben hier sowieso geweest. Oh, ik krijg er nog eentje. Oh, expert. Yay, we hebben een... we hebben 2 sterren. Woe! Ik kan kijken of we 3 sterren. Dan hou ik op de terugweg. Sowieso dat dan moet lukken. En hier zit nog een bordje. Pakken we die ook gelijk even mee. Hartstikke idee. Dan crossen we even terug. En dan pakken we nog een ramp mee. En dan, dan beëindig ik de video. En hoeveel stenen hebben we nou? Moet het nog 105. Dat moet wel lukken in de volgende video. Dan gaan we dus die Ferrari bouwen. Ik ben benieuwd of je die ook echt gaat bouwen. Of dat je die gewoon krijgt. Waarschijnlijk gewoon krijgen. Net zoals dat huis. Het was wel leuk geweest als je die echt moest bouwen. Beetje gemiste kans. Oké, kunnen wij hier nou 3 sterren pakken? Op zich, deze auto is snel genoeg. Jop, hartstikke idee. Kijk hoe 40 stenen we. Je krijgt zoveel stenen voor dit soort challenges. Niet normaal, gek. En het is ook zo makkelijk vergeleken met races en ofzo. Eigenlijk is het gewoon zinloos om al die races te doen. Maar op een gegeven moment heb je al die challenges gedaan, dus dan moet je wel. Ik vind het wel gaaf. Ik vind het wel echt een gaaf DLC. Alleen gewoon, grotendeels een gemiste kans dat je en niet je eigen huis kan bouwen. Ik bedoel, geef mensen gewoon steentjes en laat ze lekker doen wat ze willen. En ten tweede, gewoon te weinig auto's. De rest, dat, weet je, dat de map klein is, whatever. Maar dat zijn wel 2 dingen waar ik echt zoiets van heb van waarom? Zo'n gemiste kans. Wat is dit nou weer? What the fuck? Zijn we hier al iets geweest? What the heck? Dat is een stuntpark. Hier zijn we nog nooit geweest. Damn. Oké. What the hell? Dit is cool.
Dit is mooi voor die, hoe heet dat? Voor die, die online party games. Op zich is er wel een beetje wat ik wilde, toch? Ik heb toch altijd gepraat over, ik wil een soort van Gymkhana stuntpark. In theorie is dat dit. Nu kan je lekker driften en doen en stunten, dus eigenlijk is dit wat ik wilde zien. Alleen, ja, in Lego, dus dan net iets anders. Maar, ja, ik denk dat ik de video ga beëindigen. Ik ga misschien nog heel even een paar wheelspins openen, gewoon voor de leuk. Volgens mij heb ik ook nog trouwens super wheelspins. Waar staan die ook alweer? Hier, volgens mij. Klopt dat? Juist. Ik heb nog 2 super wheelspins en hieronder ook nog eentje. Of 2. Ik ga er 2 openen. En die andere doen we dan wel in de volgende video. Krijgen wij nog iets leuks? No. No. Nou ja. Money. Money, money, money. Zit ik met mijn 41 miljoen. Wat hebben we hier? 160k. Kijk, dat zien wij liever. Oké, okay, collect prize. Hartstikke idee. Ja, ik wil binnenkort een video dus maken waarbij we alle auto's kopen. Maar eerst moeten we sowieso verder met deze expansion. Zodat wij die de Ferrari F40 en later dus de Senna kunnen unlocken. Want die hebben we dan sowieso nog nodig voor de collectie. Dus ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. Vond je dit nou een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe video. Dus tot dan en houden we.